Al jaren vragen Assassin's Creed fans om een nieuw deel dat zich afspeelt in Japan. Maar helaas is die nog steeds nooit uitgebracht. Of toch wel. Met Ghost of Tsushima flikt Sucker Punch het namelijk de game te maken die we verdienen en mocht Wouter op vakantie naar het feodale Japan. Ghost of Tsushima speelt zich af tijdens de Mongoolse invasie van Japan in 1274. Jij bent Jin Sakai en je overleeft de aanval als een van de weinige samurai op Tsushima en vecht je om het eiland te bevrijden. Daarbij wordt Jin gedwongen om zijn ultra-strenge samurai-regels, zoals een gezellige theeceremonie voor een gevecht, aan zijn laars te lappen en de gevreesde ghost van het eiland te worden. Wat het verhaal betreft is dat het boeiendste wat de game te bieden heeft. De tweestrijd die Jin heeft tussen de eervolle samurai gebruiken en het stealthy ninja-werk wat hij doet. Eigenlijk te oneerbaar voor een samurai. Het is een fantastische weergave van de samurai-cultuur. Ghost of Tsushima wordt veel vergeleken met Assassin's Creed. En dat is natuurlijk helemaal niet zo gek. Je wordt gedropt in een historische setting en kan stealthy een groep vijanden uit de weg ruimen of van een afstand naar ze schreeuwen om een eervol duel aan te gaan, waarbij je de ander op brute wijze in één klap neer kan sabelen. Toch zijn er ook veel grote verschillen. Zo zijn de skilltrees, de moves, de wapens en de upgrades indrukwekkender en overzichtelijker dan Ubisoft's franchise. Dat komt onder andere door de zeer vloeiende animaties tijdens de gevechten. En over de gevechten gesproken, zwaardvechten in Ghost of Tsushima is heerlijk. Het pareren, de manier waarop niet te blokken aanvallen in beeld komen en zelfs een balkje met posture zorgen ervoor dat de gevechten vrijwel altijd boeiend en spectaculair zijn. En dat maakt duels ongekend superspannend. Dat zijn een soort eindbaasgevechten die rechtstreeks uit een klassieke samurai-film lijken te komen en waarbij de katana's ongekend hard op elkaar kletteren. Gevechten krijgen vooral diepgang door de verschillende stances, een soort houding die effectief is tegen een bepaald type vijand. Zo spring je met de wind stance ook echt langs een gevaarlijk lange naginata om hem lek te prikken. Het duurt even voordat je ze allemaal unlockt, maar daarna gebruik je ze religieus als een samurai. En sowieso kunnen pijlen, stickybombs en windbellen van Jim wat overweldigend zijn en kan het gebeuren dat je per ongeluk een heel soldatenkamp achter je aankrijgt omdat je op de verkeerde knop drukt. Wel moet gezegd worden dat Ghost of Tsushima op sommige momenten een echte open wereld game is, waarbij je ook lijstjes afwerkt en soms het gevoel hebt dat je sommige dingen meerdere keren doet. Op een gegeven moment weten de missies je minder te verrassen en begin je kleine barstjes te zien in het prachtige uiterlijk van de game. Zo zijn sommige NPC's knetterlelijk en gaat het beeld soms even op zwart, zodat er geen animaties gemaakt hoefden te worden. Ja, ook bij Sony zijn de budgetten niet oneindig. Aan de andere kant is het lastig om niet verliefd te worden op Ghost of Tsushima door het fantastische uiterlijk. Het is alsof je een eeuwenoud Japans schilderij vol prachtige kleuren binnenloopt, maar dan met een wind die de prachtige bladeren meeneemt. Waarschijnlijk zal je net als Wouter elke paar meter stilstaan om een foto te maken met de fantastische fotomodus en even genieten van de natuur. Ghost of Tsushima straalt dan ook echt in de stillere momenten, zoals wanneer Jin een haiku schrijft of stilletjes op zijn paard naar de volgende missie rijdt. De game mag dan wel wat repetitief kunnen worden, er is meer dan genoeg om jezelf in te verliezen. En daarom krijgt Ghost of Tsushima van Wouter een dikke 80. Vond je dit nou een leuke review? Geef ons dan een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Dankjewel!